Hoi, ik ben Joep van den Ouweland, profvoetballer bij FC Oss. Waarom ik me inzet voor de voetbalvelden van 1We een wereldidee? Ik vind dat ieder kind zich spelenderwijs in een fijne en veilige omgeving moet kunnen ontwikkelen. Zeg ook ja tegen de 1We Football Playgrounds. Ga naar Say yes to Play op Facebook of eenwereldidee.nl en steun ons project. Voetbal is voor mij nog steeds een hobby en ja, het is natuurlijk fijn dat ik daar mijn werk heb van kunnen maken. En, ja, ik denk dat iedereen zijn droom dat wel ooit is geweest om voetballer te worden. Dus het zat er al heel vroeg in. Dan kijk je televisie en dan zie je van, oh ja, dat wil ik ook. En zijn er maar weinig die het echt kunnen bereiken. En gelukkig heb ik dat mogen bereiken en ook wel veel voor gelaten. Maar het is wel, ja, het was wel mijn uiteindelijke doel wat ik heb bereikt ook. Zeker nu, deze tijd, zie je de Ronaldo's en de Messi's. En dat, vroeger had je natuurlijk andere voorbeelden van mij, maar die wil je allemaal nadoen. En dat is, het leuke is dat je na school kom je buiten en je wil, ja, het eerste wat je doet is pakt een bal en je gaat ja, de voetballers nadoen. En, ja, dat is wel iets magisch als het je lukt of lijkt te lukken. En die droom, die hou je vast en ja, dat wil je bereiken. Ik vind dat iedereen een kans verdient om zich te ontwikkelen. En wij in Nederland hebben we allemaal die mogelijkheid. En ja, dat blijft in andere landen nog wel eens achter. En ik hoop dat we door middel van samen achter een project te staan ons sterk kunnen maken. En, zodat ook kansarme kinderen een kans hebben, een mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen. En door middel van die speelvelden is dat denk ik ideaal. Nou, je hebt, zeker nu komt het WK eraan en dan lijkt het alsof iedereen van voetbal houdt. En je gaat natuurlijk straks in de zomer allemaal met z'n allen, ja, voetbal kijken in de kroeg of in de tuin. En ja, je bent verbonden met iedereen en je bent één grote groep. En ja, daarom sta je natuurlijk ook sterk. En ja, voetbal is natuurlijk, het verbindt mensen, maar het brengt mensen nader tot elkaar, denk ik. Ik ben ambassadeur van de 1We Football Playgrounds, maar ik kan dit niet alleen. Dus laten we ons samen inzetten voor die kansarme kinderen.